Ja, het is moeilijk, jongens, hoor. Dit is basisschool De Hoekstee in het Drentse Vledder. Ieder jaar komt Klaas van Dalen hier om in groep 7 en 8 te vertellen over de oorlog. Over zijn oorlog. Zijn herinneringen. Klaas woont in Gelderland, in Rhenen. Daar is hij geboren en getogen. Maar in Drenthe liggen zijn oorlogsherinneringen. Ik kom hier al meer dan 30 jaar, want in 1944, tijdens de bezetting door de Duitsers, had je de arbeidsdienst. En als je 18 jaar werd, dan moest je in de arbeidsdienst, dan moest. Dus ik kreeg bericht dat ik hier naar Vledder moest komen. In de brakken, en nou zat er nog één brak, aan de middenweg. En toen kwam ik op station in Rhenen. En toen zei ik een jongen, hij zei, hey Klaas, ja, waar ben jij heen? Ja, ik zei, ik moet naar Vledder. Oh, ik ook. Dus die man die heette dan Frans. Hè? Dus in het verdere verhaal, als ik dan Frans noem, dan weten jullie over wie ik het heb. Dus nou ja, wij samen hier naar Drenthe kwamen in Steenwijk. Uit met de trein en toen werden we opgehaald en dan moesten we hier in Vledder in het kamp. Dus we kwamen in het kamp en moesten de kleren inleveren en we kregen een uniform aan. En dus Frans die kwam in ploeg 8 en ik in ploeg 7. Dus die kregen we de eerste 14 dagen. Kregen we een hele strenge opleiding. Dus we moesten met de schop, hè, want het was arbeidsdienst. Maar je had een militair pak aan. En de arbeidsdienst had allemaal militaire pak aan. Dus Frans, ik kwam in ploeg 8 en ik in ploeg 7. En na 14 dagen, strenge opleiding, moesten wij naar Doldersum om aardappels te gaan gooien. Toen moesten wij naar Doldersum. Achter de Sophiahoeve zag je hele grote velden aardappels. En die moesten gegooid worden. Met een schop. Dus maar er waren ook 4 arbeidsmannen. Die moesten doorlopen naar Wateren. Bij een NSB-boer. Een NSB-boer, die was voor de Duitsers. Hè? Dus die moesten daar werken, die 4 jongens. En op een dag kwamen die 4 jongens terug om bij ons aan te sluiten. Dan moesten we weer terug naar het kamp. En staat er een man aan het bospad. Die zegt tegen die 4 jongens, willen jullie niet onderduiken? Jawel, zei die jongens. Nou, hij zei, kom, dan zal ik jullie een hol laten zien. Dus ze zijn het bospad opgelopen, waar nu het monument is. En er was een hal. Zei die verzetsman, jullie kunnen meteen hier wel blijven. Nee, zei, daar hebben wij geen zin in, we hebben nog particuliere spullen. Nee, dat doen we niet. Nou, dan maakten ze een afspraak met die verzetsman. Ze zouden, s'nachts om 11:30, zouden die 12 jongens aan de onderduiker des helpen. Die 12 jongens zouden dan om 11:30 buiten het kamp komen. En dat werd afgesproken. Dus de jongens kwamen thuis. En die zeiden van, ja jongens, ik heb 12 jongens. Dus nou ja, Frans, ik kwam met mij. Nou goed, het is goed. Nou, hij zei, Frans zei, om 10:00 als we inspectie gehad hebben, kleden we ons eigen weer aan. En dan gaan we gekleed op bed liggen. En dan gaan we om 11:30 naar buiten. Nou, afgesproken. Maar ja. Jongens van 18 jaar, buiten gewerkt.
Dus we waren in slaap gevallen. En ik werd wakker. Ik denk, wat is dat nou voor een gestommel? Eruit en had verzet. Had het kamp overvallen. Dus, nou ja, wie meegaat, die kan mee. En nou ja, fijn. Ja, ik lag gekleed op bed, dus ik heb gouden schoenen aangedaan en de particuliere spullen meegenomen. En nou, ik naar buiten. En nou ja, ik had Frans gauw gevonden. En dus gingen wij, in plaats van 12, gingen er 21 jongens mee. Dus die, ja, maar die jongens moesten wel ondergebracht worden. In Doldersum kwamen we op de Dieverse weg. De eerste boerderij en daar had je een hele grote wal achter. En daar zat het een hal en daar gingen 4 jongens in. Dan zijn we weer, nou, denk wel een kwartier, 20 minuten weer gelopen. Kwamen bij een hal en daar gingen er 5 in. Weer 5 jongens in. Toen kwamen we op een 100, 200 meter verder. Daar zat een halletje van 3. Toen zei Frans, kom op klas. Daar gaan wij in. En nog een jongen uit Utrecht. Het was een halletje. Je kon erin liggen. Je kon zitten. Nou, bijna goed. Ja, het was een ongelooflijk klein holletje. Voor 3 maanden tenminste. Voor 1 of 2 misschien ook nog wel. Dus hij zei, denk erom, zet die verzetsman, dat jullie er niet uit het hol komen, want dan schiet je weer dood. Nou ja, ja, wij waren 18 jaar en nou ja, dan durf je niks. En dus we komen jullie morgen brood brengen. En dan gaan jullie naar de onderduikadressen. Ah, fijn. Dat gebeurde. En de volgende dag kwamen geen verzetsmensen. Op zaterdagmorgen, in de vroegte, kwam er een verzetsman. En die zegt van, er is iets verkeerds gegaan, zei hij. Er zijn 7 jongens doodgeschoten en dat is verraad. En die verraden die zullen we wel krijgen na de oorlog. Nou ja, we komen jullie vanavond halen. Dus ja, dan zit je met z'n drieën in zo'n klein holletje. En dan weet je dus dat die 7 jongens doodgeschoten zijn. Vlakbij Vledder, op de plek van het grote hol waar de 7 jongens zijn neergeschoten, staat een monument. Ieder jaar op 8 september legt Klaas daar bloemen. In 1994 werd voor de eerste keer een herdenking bij het monument gehouden. Sinds 1996 is er een stichting die zorgt voor het onderhoud van het monument en op 4 mei een herdenking organiseert. De foto's van de jongens staan langs het toegangspad. Wat hij allemaal heeft afgespeeld, weet Klaas nog niet op het moment dat hij in zijn hol zit. Maar de verzetsmannen, die kwamen s'avonds ook niet. Dus die kwamen 's morgens in de vroegte. En dat was op zondagmorgen. En die had ons holletje weer niet kunnen vinden. En die hadden bij het holletje van 5 geslapen. Dus de verzetsmensen, nou, dus wij met z'n 3 en 8 arbeidsmannen en 3 verzetsmannen. Zijn we helemaal door de bossen gelopen tot in Appeltscha. In Appeltscha kwamen we in een hooiberg terecht. En dan kregen we 's middags heerlijke warme soep van de boswachtersvrouw. Nou, ik heb nog nooit zo'n lekkere soep gehad. 'S Avonds werden we opgehaald door een boer, een boerenzoon. En Frans en ik kwamen bij een onderduikadres terecht in Hogesmilde. En we kwamen binnen, Frans en ik, in de kamer. En dan zie je 2 bedsteden. Toen hadden we vroeger, iedereen had bedsteden. Dus ja, daar sliep vader moe in. Er sliepen 2 dochters in. En dan had je een opkamertje. Daarachter, daar sliepen de 2 zoons in. De ene zoon zat in het verzet. En de andere die zat ondergedoken voor Duitsland. Die is niet in Duitsland gaan werken. Dus toen kwamen wij dit met z'n tweeën bij.
Dus, maar ja, die zoon zat ook ondergedoken, dus we zaten met z'n drieën. En dan, ja, hoe moet je de dag doorkomen? Ja, fijn. Vroeger had je zo'n ouderwetse koffiemolen, dan moest je draaien. En daar deden wij de rog in, om meel te maken, omdat ze brood konden bakken. Dus nou ja, fijn, ja, Frans was een beetje technisch, nou, een klein beetje. En Albert, nou ja, die was dan de zoon, die was ook nog wel. Dus fijn, toen zijn we begonnen met een spinnenwiel te maken. Vroeger had je een spinnenwiel, dan kon je wol maken. Nou ja, daar hebben we, ja, omdat je geen materiaal had, en hebben we daar een hele, nou ja, tot aan de bevrijding toe, kun je wel zeggen, hebben we daar aan gewerkt. Maar als er dan iemand kwam, wij moesten wel wegkruipen. Want wij mochten natuurlijk niet gezien worden door de Duitsers of de landwachters. Afijn, toen werd het, dus de slag aan Arnhem, die was mislukt. En ja, de boer die werd, ja, dan werden de Duitsers werden weer een beetje brutaler. En de landwachters en de staatspolitie en allemaal. En, dus toen werd er een hal gegraven. Buiten, onder het kippenhok. Dus dan gingen we met z'n drieën s'avonds in. En daar hadden we een konijnenhok opgezet op het hol waar wij in kropen. En dat bonden we dan vast in het hol. Dus dat hebben we zo gedaan tot november. Ja, november. Toen kwam het grondwater, toen waren we s'nachts wakker geworden van de nattigheid. En dus moesten we weer op de stal slapen. Nou ja, afijn, de bevrijding die kwam gelukkig. 12 april werd hoger smilde, 12 of 13 april, nou, dat maakt ook niet uit. En werd smilde bevrijd en mochten wij naar buiten. Maar omdat ze bij Groningen daar al aardige tegenstand hadden, mochten wij nog niet naar de grote weg. Want de boerderijtje, daar lag nou zeker een kilometer van de grote weg af. En dan had je de hoofdvaart. Ja. Dus hij zei, de boer, jullie kunnen nog niet naar de weg om de Canadezen te begroeten. Want, fijn. Volgende dag, nou ja, we mochten naar buiten. Maar ja, als je dan door al die maanden, 7 maanden, ondergedoken hebt gezeten, ondergronds of bovengronds, maakt niet uit, ondergedoken hebt gezeten, en je komt dan buiten, je doet de deur open van de stal, en dan kijk je naar buiten en dan denk je, wat is de wereld toch groot? Na de oorlog moet het leven door. Voor Klaas betekent dit dat hij wordt uitgezonden naar Indonesië. En daarna gaat hij aan het werk. En hij trouwt met Riet. Maar de Tweede Wereldoorlog blijft hem achtervolgen. En uiteindelijk wordt er PTTS geconstateerd. Posttraumatische stress. Samen met anderen begint hij uit te zoeken wat er in die nacht van 7 op 8 september 1944 nou eigenlijk is gebeurd. En stukje bij beetje vallen de puzzelstukjes op zijn plek. De herdenkingen in september en mei zijn heel belangrijk voor Klaas. Voorafgaand aan de herdenking van 4 mei worden ook bloemen gelegd bij de graven van de jongens die nog in Drenthe liggen. Samen met een bestuurslid van Stichting Monument Doldersum. Heb jij deze jongens ook zelf gekend, Klaas? Nee, joh, dat was de tijd te kort voor. En je had ploegen, ploeg 7, ploeg 8, ploeg 9. Dus ja, en er was nog een jongen uit Renen. Dus ja, daar ga je dan het meeste mee om. Ja. Natuurlijk, hè, omdat hij alle twee uit Renen komt. En dus deze jongens heb ik nooit gekend. Die andere jongens ook niet. Die zijn doodgeschoten zijn. Dat is wel wat monumenten in Doldersum. Ja. Nee, dat. Ik heb een boekje geschreven, dat weet je. Hè? Ja. En dan kom je, je hebt al die tijd binnen gezeten en dan kom je buiten. En dan kijk je zo en dan denk je, wat is de wereld toch groot. Hetzelfde als nu waar de vogels fluiten. Ja.
goed begrepen heb, is familie van Omens. Die is met het Stichting Monument Doldersum begonnen. Ja, ja. Ja? Ja, ja. Ja, die heeft er ontzettend veel voor gedaan, jongen. Ik zat met een oorlogstrauma. En er kwamen ze achter. En toen vertelde ik dat zo tegen hem. Want een dochter van hem die was met een zoon van mij getrouwd. Oh, zo. Van Verluik. Ja. En dus zodoende kwam ik in contact met Verluik. En toen vertelde ik zo en zo en zo. Nou, jongen, die man die is aan het uitzoeken gegaan, jongens. Oh, ja. Hij is 2 keer naar Amsterdam gegaan, naar het Riot of Niot, toen die tijd. En heeft hij al de papieren gehaald van hoe het overval gepleegd was. En die heeft zo ontzettend veel. Maar ja, de vrouw ook, mijn vrouw toen die tijd ook. Hij kwam nou bijna dagelijks bij ons, bij mijn naam. Toen had hij weer dat gedaan, had hij weer dat gedaan. Ja, en zodoende is eigenlijk ook het hele monument tot stand gekomen, ja, hoor, door hem. En hoe heet hij, de Luik? Luik, ja. Voor voornaam? Joris. Joris Luik. Ja, Joris Luik. En toen kwamen wij bij het monument en hij zei, maar de datum klapte niet en het aantal jongens klapte niet. Op de kruis, weet je, stond een hele oud kruis stond er. Dat stoorde hem zo, jongen. En toen is hij zelf geld bij elkaar gaan zoeken. En toen werd hij een aannemer genomen. En dit monument wat er nu staat, dat heeft hij gebouwd. Dat heeft hij gebouwd. We wilden het in 95. Nee, in 94. Toen was het 50 jaar geleden. Oh ja. En dan zouden we, maar ja, door de tegenwerking van de gemeente Vledder lukte dat weer niet. Dus het is een jaar later. Is het monument geopend. Dus in 96? Ja, in 96. Ja. Ja. Dat is toch een mooi stukje historie van je nou verteld. Ja. Zo. Ja. In de nacht van 7 op 8 september 1944 werd het kamp van de Nederlandse arbeidsdienst in Vledder overvallen. Er ontsnapten 21 jonge mannen. De eerste 4 gingen in Doldersum in een hol achter een boerderij. In een volgend hol gingen 5 jongens. Weer een paar honderd meter verder ging Klaas van Dalen samen met 2 anderen een hol in. De overige 9 jongens liepen nog een paar kilometer verder naar een groter hol. Naar deze plek waar we nu staan. De volgende dag, 8 september, vond de SD dit hol. De 9 jongens moesten eruit komen. 2 van de 9 hadden het uniform nog aan en daarom zijn zij gespaard. De 7 anderen zijn mishandeld en daarna neergeschoten. Roelof IJsselstein is de enige die deze moordpartij heeft overleefd. Na een moeilijk leven stierf hij in 1986 op 60-jarige leeftijd. 6 jongens van 18 jaar werden hier het slachtoffer. Gerardus Marinus van Kostanje. Jan van Dijk. Pieter Groenhuis. Wilhelmus Klonen. David Omens. En mijn oudoom Christiaan van Tongeren.
Wat was er gebeurd in Vledder? De volgende dag, toen wij ondergedoken zaten, kwam de commandant, had de SD gebeld in Assen. Want er waren 21 jongens weg. Dus, nou ja, goed, 21 jongens. Dus de SD die kwam met drie auto's naar het kamp. En, nou ja, de jongens werden ondervraagd. Ja, van die vier jongens die dat hol gezien hadden, waren er maar twee meegegaan. Dus twee waren in het kamp achtergebleven. Dus toen zei dus de commandant, die zei, ja, als er één of twee jongens wegliepen, dat was niet erg. Daar gaf hij niks om. Maar ja, dan waren er 21 weg. En dus die belde de SD en die kwam met drie wagens naar de Hunderweg. De ene reed door naar Wateren, de andere bij het bospad. En de andere weer een eindje terug naar Doldersumerpaan. Dus die gingen in drie groepen het bos in. En die vonden dat grote hal waar die zeven jongens in zaten. Of negen. Negen jongens in zaten. Twee jongens werden eruit gehaald. Die moesten ons holen aanwijzen. Maar ja, die konden ze natuurlijk nooit vinden, omdat wij s'nachts gevlucht waren. Dat was voor ons natuurlijk het geluk. Maar die andere negen, die werden op het hal gezet. En die tweede werden er dan uitgehaald. En die zeven, er werden er eerst vier achtergezet. En drie ervoor. En de staatspolitie, dat dus waren Nederlanders, die schoten die jongens dood. Maar één jongen, gelukkig, die overleefde die fusillade. Dus die kwam bij, die vertelde dat dan later natuurlijk. Hij zei, ik hoorde in de verte de auto's wegrijden. Ik ben onder de jongens uitgekropen. En ik ben gaan lopen en hij zag twee mannen op een fiets. Hij riep aan hulp, maar ze gingen er gauw met de fiets vandoor. Een hele laffe daad, vind ik. Nou, fijn. Enfin, hij kwam bij die NSB-boer terecht. In Wateren. En gelukkig dat hij ze niet te verraden heeft aan de Duitsers. Dus hij ging naar de buurman tegenover hem. Hij zei, ja, ik heb een arbeidsman en die is gewond. Ik zei, wat moet ik met die man? Oh, zei hij, was maar. Hij zei, dus die ging gauw naar Appelscha, had de dokter gehaald en heeft de jongen verbonden. Want hij was aardig zwaar gewond. En toen hebben ze hem ondergronds naar Assen gebracht, naar het ziekenhuis. En nou ja, daar hebben ze hem dus klaargemaakt. En toen is hij later, hebben ze hem ook ondergronds naar Gouda. Hij kwam uit Gouda. En die hebben ze hem ondergronds met een ziekenwagen naar Gouda gebracht. En daar heeft hij de bevrijding gevierd in Gouda. Dus het geluk dat wij dus hadden, dat die, ik zal hem even noemen, Rolf IJsselstein, dat die man het overleefd heeft, want die kon later alles vertellen. Als je dan dat verhaal van Rolf IJsselstein hoort, dan denk je toch waar jij, ja, je hebt zelf geluk gehad. De andere jongens, laat ik het maar zo zeggen. De kinderen van basisschool De Hoeksteen zijn ook bij de herdenking en leggen bloemen. Scheurend gegil. Een tweede knal. Oorlog. Een klein woord met een zware betekenis. Oorlog.
Wat een grote wereld. Op dat moment ben je zo klein. Het verdriet in mij heeft nog nooit tegen mij gelogen. De pijn die je voelt in je hart raak je nooit meer kwijt. Ik had hoop, hoop op vrijheid. Vrijheid denkt niet aan zichzelf, maar aan een ander. 2 minuten stilte op de hoop dat er nooit meer zoiets ergs zou gebeuren. 2 minuten stilte voor rust en vrede, waar je 5 jaar op hebt gewacht. Ondanks de ellende die de oorlog heeft gebracht, zijn we nu vrij. In 1950 komt Klaas terug in Nederland uit Indonesië. Eind februari kom je dan weer thuis. Heb je 10 jaar oorlog meegemaakt. Maar ja, je gaat dan weer aan het werk. En dan kom je op een leeftijd dat je niet meer bol kan werken. Dat je geestelijk in elkaar stort. Ik kwam bij de dokter. En ik had mijn vrouw had gezegd, waarmee keer jij toch? Ja, een beetje hoofdpijn, een beetje griep. Ja, maar ik bel de dokter. Nee, ik hoef de dokter niet te bellen. Ik ga zelf aan de dokter. Ik kom 's maandags morgens bij de dokter. En ik kon geen woord uitzetten. Ik kon niks. Toen zegt hij tegen mij, wat is er aan de hand, meneer Verdalen? Afijn, maar het hart en stoten kwamen eruit. Hij zei, onmiddellijk je bedrijf bellen, dat je niet meer komt. Hij zei, want je zit met een oorlogstrauma. Dus die had meteen in de gaten wat ik me keerde. Ik ben nooit meer aan het werk gekomen en ik zit er nu nog mee. Daar raak ik niet meer kwijt als dat ik onder de grond lig. Zo is het leven nou eenmaal. En ik moet toch verder. Ondanks dat ik alleen ben. En je moet dan proberen van je leven iets te maken. Maar wat echt niet meevalt. Oorlogswonden helen nooit. De spoken uit het verleden verstoorden zijn nachtrust en maakten hem zelfs het werken onmogelijk. Een goede remedie tegen die spoken bestond uit zijn speurtocht samen met Joris van Luik naar de andere jongens en ook naar zoveel mogelijk informatie over de gebeurtenissen in september. Zo stuitten zij op een door de gemeente geplaatst monument op deze plek. Echter, er stond de verkeerde datum op en ook het aantal slachtoffers klopte niet. Een doorn in hun oog. Een nieuw monument zou er komen, maar de gemeente had daarvoor geen geld. Daarop hebben zij een inzameling gehouden en het huidige monument gebouwd en het terrein ingericht. Vorig jaar op 5 mei kreeg Klaas een koninklijke onderscheiding voor zijn inzet bij het tot stand brengen van het huidige monument. Als stichting hebben wij zelf ervaren dat het monument voor hem een soort levenswerk is geworden en dat hem nog elke dag bezighoudt. Hij heeft dat lintje dubbel en dwars verdiend gezien al het werk dat hij heeft verzet en nog verzet om het monument in stand te houden. Maar meer nog dan al dat werk heeft hij in onze ogen dat lintje verdiend vanwege de instelling die hem drijft. En dat hij ondanks alle verdriet niet passief is gebleven, maar zijn energie heeft gericht op de nagedachtenis van zijn gestorven mate. We zijn hier met z'n allen vandaag bijeen. Een dag nadat we stil hebben gestaan bij onze vrijheid.
En speciaal over iets wat bijna 73 jaar geleden gebeurd is, op 8 september 1944, in Vledder, maar ook op de Doldersummer Hei, zoals het tegenwoordig heet, maar wat vroeger toch het Doldersummer Bos was, of het Vledderbos. En vandaag, 5 mei, vieren we onze vrijheid. En dat, er wordt speciaal zelfs voor je gevlacht. Vanuit je woonplaats Rhenen ben je jarenlang in je vakanties naar Drenthe afgereisd om het monument te onderhouden en de graven te bezoeken van de omgekomen jongens die hier liggen begraven in deze gemeente. En na een particuliere inzameling is er in 1994 een nieuw monument in Doldersum gekomen en daarin speelde jij een belangrijke rol. Op 4 mei 1995 werd dat nieuwe monument onthuld. Dus ook wat dat betreft gisteren een heel bijzondere dag. In 1996 was je medeoprichter van de stichting Monument Doldersum. En die stichting die vergadert vandaag. Ondanks je respectabele leeftijd ben je nog altijd zeer betrokken en actief als bestuurslid van de stichting en ook nog regelmatig in Doldersum te vinden. En als ik je elke keer zie, dan denk ik van die man die is nog geen 90, dat kan niet waar zijn. Wanneer je opgeteld meer dan 70 jaar hebt ingezet als vrijwilliger, dan word je daar niet alleen heel hartelijk voor bedankt, maar daar passen ook wat bijzondere woorden bij. Want als je net even met je kop boven het maaiveld uitsteekt en net even iets meer doet dan een ander, dan kan het voorkomen dat het een burgemeester behaagt om te mogen zeggen dat het zijn majesteit heeft behaagd jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ja. Van harte gefeliciteerd. Ja. Dank je. Ja, dit moeten die kinderen weten, wat er gebeurd is. Dat het leven niet altijd even makkelijk is. Wij hebben een nieuw monument gebouwd. Dat hebben we zelf gebouwd. Omdat de verkeerde datum erop stond op de kruis. En de verkeerde aantal wat er doodgeschoten was. Dus dat stoorde ons zo. We hebben de familie weer al die jongen van de jongens opgezocht. En daar met hulp van hebben we zelf een monument gebouwd. Oorlog. Oorlog, je nam mijn jeugd. Je volgde me mijn hele leven. Ik kwam niet van je los. Je leek een kwal die aan me kleefde. Mijn jeugd was weg. Mijn toekomst nam je mee. Je bleef me achtervolgen. Ik lijk met je getrouwd. Mijn liefste wens zou zijn van jou te mogen scheiden. Vandaag nog, als dat kan. Laat mij niet langer lijden. Ga weg. Laat mij nog leven. Verdwijn. Laat me alleen. Ik zou alles willen geven. Maar ik zie geen uitkomst. Geen. Ik voel me schuldig dat ik jou leerde kennen. Mijn huwelijk met jou hou ik voor iedereen verborgen. Ach, geef me nog een kans. Ach, geef me nog een morgen. Vrijheid. De pijn in hun ogen, verdriet in hun hoofd, verraden, verloren en zelfs vermoord. Maar nu zijn wij bevrijd. Bevrijd op 5 mei. Dat moeten we vieren, met jou en met mij. Nooit meer oorlog, wees blij met de vrijheid.
Laat uw stem horen voor een nieuwe tijd.